Zo, deze zou ik zelf ook wel willen krijgen. Je bent zo oud als je je voelt. Ik gebruik hem al een jaar en het is echt een topding. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Action Nederland. Mijn naam is Addo, je kan me kennen van TikTok of YouTube of Instagram. Mijn naam daar is Glimlachats. Vandaag ga ik 20 cadeautjes voor mannen uittesten. Tenminste, uitzoeken. 20 cadeautjes onder de 5 euro. Ik ga nu naar de Action en dan zie ik jullie zo weer als ik terug ben. Ah, een dikke gamingmuis natuurlijk. Wat chique idee. Dat was het laatste artikel. We gaan nu afrekenen. Ik ben weer terug. Ik heb een hele tas vol. Met 20 cadeautjes. En die gaan we even één voor één uitpakken. Het allereerste artikel dat ik ga uitpakken is natuurlijk een voetbal. Ik denk dat iedere man wel iets met voetbal heeft. Deze bal. Kostte 4,99 euro. Nou, het is serieus een goede bal. Ik ga door naar het volgende artikel. En kijk eens. Badslippertjes. Ook een ideaal cadeau. Ideaal voor vakantie, thuis of als je op de voetbal gaat douchen. Deze badslippers zijn maar 3,49 euro. Dit is een tasting set. Ja. Kostte 4,99 euro. En volgens mij zitten... Weet je wat? Ik ga het gewoon even uitpakken. Als eerste een mooie stenen plaat waar je leuke dingetjes op kan zetten. Met van die zachte dingetjes, dus ideaal voor op tafel. Van die leuke bakjes waar je bijvoorbeeld sausjes of kleine hapjes in kan doen. Dan hebben we hier nog van die glazen bakjes. Kan je ook nog eens leuke hapjes of sausjes in doen. En dan hebben we ook nog eens leuke lepeltjes erbij. Superleuk cadeautje. Kostte maar 4,99 euro. Ik heb voor allemaal verschillende dingen gekozen. Sportieve dingen, huiselijke dingen, kantoorspullen, echt van alles wat. Nu gaan we naar het volgende artikel. Een mooie muis. Het is een gaming muis. Hij is super fijn in de hand. Ik heb hem zelf ook al. Ik gebruik hem al een jaar. En het is echt een top ding. Als je hem met je USB in je computer of laptop steekt, komen hier hele gave lichtjes uit. Het is gewoon eigenlijk een soort LED-muis. Een top ding. Deze gave muis, 4,89 euro. En je hebt er echt heel lang plezier mee. En natuurlijk, altijd handig, pennen. Leuk schoencadeautje. Of gewoon als je net te weinig geld over hebt voor een Sinterklaas cadeautje. Of net te veel over hebt. Kijk hoeveel het er zijn. Het zijn 10 pennen, 89 cent. Ja, daar ga je natuurlijk niet moeilijk over doen. Het is vooral leuk voor mij. Ik heb zelf ook last van best wel neusharen. Kostte maar 1,99 euro. Ik denk, ja, ik moet deze gewoon meenemen. Ideaal schoon cadeautje. Dit is een neushaartrimmer. Kijk eens aan. Je moet er een batterijtje in doen. Die heb ik helaas niet bij. Dus, maar goed, een batterij bij de Action. Kost ook geen drol natuurlijk. Ideaal, 1,99 euro. Mooie neushaartrimmer. Gaan we door. Mooie koffie of thee kan. Ja, aluminium. Als je onderweg gaat met de auto of iets. Ideaal. Je kan de dop als bekertje gebruiken. Je kan hier je thee of koffie doen. Of als je haast hebt in de ochtend. Maar je toch nog even een lekker bakje koffie wil drinken. Deze isoleerfles, 2,99 euro. En natuurlijk hebben we de oplader. Ik heb zelf een iPhone. Dus ik heb een iPhone oplader meegenomen. Je hebt ze ook van Samsung, van Huawei, van alles en nog wat. Ideaal cadeautje. Onder de 5 euro. 1,59 euro. Hartstikke idee. Voor de dierenliefhebbers hebben we natuurlijk ook nog cadeaus. Ik heb zelf een hond thuis sinds kort. Dus ik heb een leuk speeltje voor hem meegenomen. Maar voor katten of konijnen of hamsters heb je ook allemaal genoeg leuke dingen bij de Action. Kan die lekker in bijten. Dit speeltje voor een hond. 3,49 euro. Gaan we naar het volgende cadeautje. Natuurlijk een mooi mappie. Notebook. Ja. Ideaal. Voor als je naar school gaat. Of als je naar je werk gaat en je wilt aantekeningen maken. A5 formaat. Mooi boekje. Hartstikke prima. Ja, 1,99 euro. En dan heb je een mooi, luxe notitieboek. Gaan we door naar, ik denk wel dat dit heel veel gegeven wordt met Sinterklaas. En die hebben we natuurlijk ook bij de Action. Gewoon een lekkere parfum van Adidas. Ja, ook nog eens een goed merk. En hij ruikt ook nog eens lekker, denk ik. Ik ga eens even ruiken. Woeh, lekker zoet. Oh, en ik zag dat je 3 verschillende parfums had. Deze Eau de Toilette, deze parfum, kostte maar 3,99 euro. Nou, dat is natuurlijk geen geld voor een lekker luchtje. Ik heb hier mooie handschoentjes voor het sporten. Althans, ze lagen bij de sportspullen. Maar je kan ze ook gewoon gebruiken natuurlijk buiten. De winter staat weer voor de deur. En je hebt hier een grip. Dus ik denk ook voor je telefoon dat je zo ploep, 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 gewoon je handschoentjes aan kan houden. Super mooi ding. Lekker stretchy. Van het merk Kaitan. Deze handschoenen, 3,49 euro. Hartstikke idee. Ook een ander cadeautje wat heel vaak gegeven wordt. Met Sinterklaas of met kerst. Theo, dit is de Sex Education. Ik heb wel eens gehoord dat die heel erg lekker is. Ik ga eens even ruiken. Ik weet niet of je dat op camera zat, maar... Oeh! Oh! Morning Glory and Fresh Oranges.
oftewel sinaasappels. Holy moly. Zo, deze zou ik zelf ook al willen krijgen. Ideaal. Deze aks kostte €1,97. Ik kan er nooit wat verkeerd aan doen. Iedereen gebruikt het. Super. Gaan we door naar het volgende artikel. Een portemonnee. Iedereen gebruikt het. Iedereen heeft er een nodig om je pasjes en je mooi portemonneetje. Ja, hier kan je je cashgeld doen. Hier heb je ruimte voor je pasjes. Hier heb je nog meer ruimte voor je pasjes en je cashgeld. Wow, deze is ideaal. Je kan hier, kan je hem openmaken. En ook nog eens hier. Nou, het is ook nog eens echt leer. Nou, wat wil je nog meer? Goede kwaliteit. €3,99. Top, door naar de volgende. Sokken. Op welke pakjesavond vond er nou geen sokken? Ook nog eens een goed merk. Van Lotto. Nou, kijk eens. Gewoon top. Ja, er valt niet veel over te zeggen. Het zijn sokken. Het zijn €2,69. En dan heb je 3 paar. En dan heb ik nog iets. Dit is voor de jongeren onder ons. Ja, de jonge mannen. Of oudere mannen, kan ook. Je bent zo oud als je je voelt. Gaan we even openmaken. We hebben in ieder geval genoeg kogels. Doe er zo in. 2, 3. Trek je hem strak zo. En dan doe je zo. Doe je zo. Doe je zo. Deze mooie gun kostte €4,99. We hebben nog 4 artikelen. Een riem. Kan altijd anders zijn. Ja, het is een mooi riempje. Real leather belt. Oftewel, het is echt leer. Hartstikke mooi. En deze leren riem kostte €4,99. En dan hebben we voor de sporters onder ons nog zo'n knijpding. Ik weet even niet, hoe noem je dat? Een hand grip. Wil je nou sterke armen hebben? Sterke onderarmen en handen. Zit top. Wel een cadeautje, denk ik. En het is niet de moeite om hier moeilijk over te doen. €1,49. Hartstikke leuk. Gaan we naar het allerlaatste cadeautje. Ja? We hebben de axe al gehad. We hebben de parfum al gehad. Maar de douchegel kan natuurlijk ook niet mis. Althans, dit is een bodywash. Maar je hebt ook douchegel of shampoo. Ik weet ook geen enkele pakjesavond of kerst waar geen douchegel of zeep voorbij komt. Hij is hartstikke lekker. Dit is een nieuwe smaak. Of een nieuwe geur. Peace. Axe Peace, Lemon Zest en Musk Scent. Body Wash, Body Calming. En deze douchegel, €1,77. Schoon aan de hak. Hartstikke mooi. Zo, dat waren alle artikelen. Ik ben benieuwd of jullie er wat aan hebben. Laat het even in de reacties. Of jullie een van deze cadeautjes gaan kopen. Voor je vader, voor je opa, voor je stiefvader. Weet ik het. Maakt helemaal niks uit. Laat het gewoon even weten. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan even op dit kanaal. Like. En laat even weten wat je ervan vond. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!